Hoi allemaal, welkom bij Fem. Het is Get Ready With Me week bij Fem. En we laten allemaal zien hoe we onszelf klaarmaken voor iets. En ik had al een tijdje het idee om te laten zien hoe ik me klaarmaak om naar de sportschool te gaan. Een soort ochtendroutine / Get Ready With Me sporteditie om het zo maar te noemen. Nou, die heb ik voor jullie opgenomen. Ik ga jullie laten zien wat ik 's ochtends eet voordat ik ga sporten. Hoe ik mijn kleren uitzoek. Wat ik met mijn make-up en mijn haar doe. En ik ga het gewoon allemaal stap voor stap laten zien. Kijk mee en Get Ready With Me voor de sportschool. Ik begin de dag altijd met een goed ontbijt met veel koolhydraten, eiwitten en wat gezonde vetten. Ik neem 40 gram havermout en doe daar een eetlepel gebroken lijnzaad bij. Dan doe ik er nog wat hennepzaad bij en daar gaat uiteraard magere yoghurt bij. Magere yoghurt is ongeveer 250 gram. Als laatste doe ik er nog wat druppeltjes vanille stevia door voor wat lekkere zoete smaak. Even husselen en het is klaar. Ook neem ik nog even een groot glas water. Vroeger dronk ik altijd thee, maar ik merk dat mijn lichaam beter reageert op water. Dus nu doe ik dat. Ik vind het fijn om eventjes wakker te worden achter de computer. Dus ik ontbijt meestal achter mijn laptop en ik surf nog eventjes een beetje Twitter kijken. Vind ik altijd leuk. Ja, en dan natuurlijk een outfit kiezen. Ik ben echt dol op sportkleding. Ik heb stiekem ook veel te veel. Maar ik vind het zo leuk. En het maakt sporten altijd wat leuker. Ik begin met een legging van Nike van vorig jaar en daar doe ik een shirt bij van H&M. Nog even een goede sport-BH, deze is van Nike, die zijn echt heel erg fijn. En natuurlijk sportschoenen niet vergeten. Hup, even aankleden, nou ja, you get the idea, dat hoef ik natuurlijk niet op camera te laten zien. De sportschoenen zijn van Nike, het zijn de Lunar Glide 6 en ze zitten echt fantastisch. Ik maak mijn gezicht even schoon en dat doe ik met de vitamine E face wash van de Body Shop. En ik doe zo meteen nog wat make-up op. En dat doe ik omdat ik me dan net eventjes wat wakkerder voel. Niet omdat ik niet wil dat mensen me zonder make-up zien, maar gewoon omdat het net even wat energieker voelt. Ik doe ook nog eventjes een dagcreme op. Deze is van Kiri Ness en die trekt lekker snel in. Ik doe op mijn gezicht even wat minerale poeder foundation. En dit ziet er gewoon natuurlijk uit en het sluit de huid niet af. Dus ook als je gaat zweten is het niet vervelend. De kleur is iets te donker voor me, maar het valt best mee. Ik teken nog even mijn wenkbrauwen bij. Dat doe ik met het wenkbrauwpotlood van Hemen. En dat maakt echt al een groot verschil in mijn gezicht. Daarna doe ik nog even wat vloeibare eyeliner op. Deze is van Physicians Formula. En ja, dat ziet er gewoon net even wat wakkerder uit. Natuurlijk nog een beetje mascara. Dit is de Catrice Ultimate Lash Maximizer Mascara. En die is echt heel erg fijn. Als laatste nog een beetje lippenbalsem. Dit is de Strawberry Born Lippy van de Body Shop. Daarna doe ik nog eventjes snel mijn haar. Ik gebruik een Tangle Teaser om het even goed door te borstelen, zodat alle klitten eruit zijn. Daarna breng ik mijn haar aan de zijkant, alsof je een staart aan de zijkant zou maken. Nou, dat zet ik even vast met een klein elastiekje. Vervolgens trek ik de staart een beetje los en haal ik de staart er als het ware doorheen. Eventjes goed aantrekken en op die manier heb je een haarstijl die perfect blijft zitten en tijdens het sporten niet in de weg zit. Ideaal! Ik pak nog eventjes mijn tas in, een flesje voor mijn water. Natuurlijk niet te vergeten mijn iPhone. De sporttas is trouwens van Nike, die heb ik een keer in de outlet gekocht. Ik neem nog een koptelefoon mee voor muziek en mijn portemonnee om als ik klaar ben boodschappen te gaan doen. Zo, dat zit erin. Deze kan pas mee. En dit is de totale look. Ik draag dus een top van H&M van vorig jaar. De legging is van Nike, ook van vorig jaar. De sport-BH en de schoenen zijn ook van Nike en die zijn nog te koop. Nou, ik ben er klaar voor. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!